Vandaag wandel ik door de mooie straten van Antwerpen op weg naar de kaaswinkel van Van Tricht, want ik ga mijn favoriete kaas kopen, de Comté AOP. Comté is een streekproduct, afkomstig uit de bergachtige regio van de Franse Jura. Maar het is vooral een kwaliteitsproduct, boordevol smaak. Ik neem je graag mee om meer te ontdekken over deze boeiende kaas. Dag Frederik. Dag Sven. Alles goed met u? Prima, dank u. Ik ben hier vandaag om wat Comté te komen halen voor vanavond. Dat is toevallig mijn favoriete kaas in de hele wereld. En ik denk dat je dat hier wel hebt. Hè? Absoluut. Maar misschien moet je jezelf eerst eens voorstellen. Ja, ik ben Frederik van Tricht, de derde generatie in kaas. Onze zaak is eigenlijk gestart als een winkel. En we zijn dan ook restaurants beginnen beleveren. En nu vandaag gaan wij eigenlijk op zoek in heel Europa naar goede ambachtelijke kazen. En onder andere uiteraard ook de Comté. Die is echt een fantastische kaas. Het is echt super, super lekker. Hè? Ja, we werken natuurlijk ook heel graag met Comté. Hetgeen dat trouwens ook een van mijn favoriete kazen is. Het is zelfs zo dat de Comté zeker in onze top 3 zit qua verkoop. We gaan er vandaag een klein beetje meer over ontdekken ook. Ja, goed, we zijn hier nu in onze winkel, maar we gaan zo naar ons atelier waar dat er nog wat meer Comté ligt. Oké, okay, super. Dankjewel. Kijk er naar uit. Welkom in ons atelier. Hier is de plek waar we alle bestellingen klaarmaken voor de restaurants en de winkels. Maar ook voor verre exportbestemmingen bestellingen gaan klaarmaken. Ik ben eens heel benieuwd naar het echte productieproces van de Comté. Hoe gaat dat? Voor de productie zijn er eigenlijk 3 belangrijke stappen. De eerste is de melk. Die moet van topkwaliteit zijn. Dan heb je de productie zelf en de voorrijping. En dan komt het eigenlijk het rijpen, het affineren. En dat gebeurt door 14 verschillende Comté-affineurs. Allemaal gelegen in de Jura, in de appellatieregio waar dat de Comté wordt gemaakt. De melk, want daar begint het allemaal mee. Dus de melk voor Comté te maken mag enkel afkomstig zijn van 2 koerassen. Dat is Simmental en de Montbéliarde. Tijdens de zomermaanden, als het mooi weer is, hebben die koeien ook de luxe om buiten te lopen. Dan krijgen ze ook echt een goede kwaliteit voeder. Het is zelfs zo dat de appellatie van Comté zegt dat er geen kuilvoer of geen gefermenteerd voer mag gegeven worden aan de koeien tijdens de wintermaanden, maar enkel vers hooi. En dat zorgt weer voor die fantastische kwaliteit melk. Ik weet dat de melk, wanneer die binnenkomt, binnen de 24 uur al moet verwerkt worden. Hè? Ja, ook weer dat is wel leuk. Hè? Verse melk, hoe sneller dat je de melk gaat verwerken tot kaas, hoe beter de kwaliteit. En dan gaat het over het maken zelf. Die fruitiers, de kaasmakers van Comté, die werken eigenlijk al eeuwen op dezelfde traditionele manier. Dus aan de melk wordt stremsel toegevoegd. De vrongel, de melk stremt dan, de vrongel wordt dan gesneden. Op dat moment laten ze de melkwei, de vloeistof, eigenlijk weglopen. Wordt de kaas in de vorm gedaan en geperst. Want Comté is een geperst zuivel. En dan vindt de voorrijping plaats. En dan de rijping. Ik weet dat een Comté minstens 4 maanden moet rijpen. Maar er bestaat eigenlijk geen maximumtermijn op. Hè? Comté bestaat in heel veel verschillende leeftijden. Wordt op verschillende plekken gerijpt. Ook. Je hebt moderne kaasrijperijen waar dat de Comté in de Jura rijpt. Maar ook oude militaire forten. En dat heeft allemaal een invloed op de smaak van de kaas. En wat is eigenlijk, Frederik, uw favoriete leeftijd voor goede Comté? Ik vind persoonlijk, tussen de 16 en de 20 maanden heb je nog een beetje het fruitige van de kaas. Maar toch ook wel door die rijping van meer dan een jaar wat meer die complexe smaken. Ik zelf heb het liefste een degustatie van verschillende leeftijden. Dat is interessant natuurlijk. Sven, hier zijn we in de schatkamer van Comté. Dus alle Comtés die we aankopen, die liggen hier te wachten totdat ze aangesneden worden. Ik ben wel een beetje benieuwd hoe zwaar weegt zo'n kaaswiel eigenlijk en hoeveel melk is daarin verwerkt? Ja, het zijn grote wielen. Hè. Je ziet 60 centimeter doorsneden, gemiddeld een tiental centimeter hoog. En voor één, gemiddeld wegen die kazen rond de 40 kilo. Voor één wiel Comté te maken heb je 450 liter melk nodig. Dus enorme hoeveelheden. Als je weet dat een Montbéliarde in 2 melkbeurten op een dag 20 liter melk geeft, dan heb je een 23 koeien nodig om 1 kaas mee te maken. Ja, en dan is er nog iets heel belangrijks, het examen. Dus er wordt een puntensysteem toegepast op 20 punten. De beste leerlingen van de klas, dus dat zijn die van dat meer dan 14 op 20 krijgen, die krijgen een mooie groene band. De kazen die het iets minder goed doen, die iets minder punten krijgen, die krijgen een bruine band. En die zitten dan tussen de 12 en de 14 punten. Degene die
niet geslaagd zijn, die onder de 12 op 20 zitten, die worden zelfs niet verkocht als Comté. Dat wordt gedeclasseerd. En dan krijgen ze het beroemde AOP-label, dat is een Europees keurmerk. Eigenlijk had Comté al sinds 1958 zo'n keurmerk AOC voor Frankrijk en sinds 1996 dus voor de hele Europese gemeenschap. Maar de strenge, daar zijn wel wat regels aan verbonden. Ja, dat klopt. Je mag niet doen wat je wil. Zo mogen de koeien enkel met de hand gemolken worden. Kaas moet gemaakt worden in koperen ketels en met een maximum van 12 kazen per productie. Het is ook zo dat er geen additieven mogen gebruikt worden, geen kleurstoffen, niks van extra ingrediënten om wat te foefelen. Ook mogen de koeien maximum 25 kilometer rond de kaasmakerij grazen. Dus dat is toch wel bijzonder. Heel bijzonder. En als je nog meer wil weten over Comté, kan je gewoon eens surfen naar de website www.comté.be. En nu het leukste deel, we gaan de degustatie beginnen. Eindelijk. Ja. De degustatie gaan we starten met de jongste van ons gamma. Althans, hij is 7 maand gerijpt. Heel lekker fruitig, echt perfect ontbijt, lunch. Dus wist je trouwens, Sven, dat er 83 verschillende aroma's in een Comté kunnen zitten? Amai. Heel veel uiteenlopende smaken van dierlijk, kruidig, fruitig tot plantaardige aroma's. Heel veel verschillende smaken. Zalig. Lekker. We gaan naar de 14 maanden, dus die is al iets meer uitgesproken van smaak. Hier begin je al wat meer die complexiteit te proeven door de rijping van 14 maanden, dus dat is toch al wel iets. Ja, fantastisch. Maar toch een kaas die nog heel romig is voor zijn leeftijd. Klopt. En dan komt er die topkwaliteit melk. We gaan de degustatie eindigen met toch wel een exclusief stukje kaas die 30 maand gerijpt is. En dat is ook wel leuk, omdat niet elke Comté is geschikt om zo oud te worden. En je proeft de grijpingskristal, je gaat mooi een beetje wat knarsen tussen je tanden. Je hebt die noodachtige toetsen, wat geoxideerde smaken dat je terugvindt door zijn lange rijping. Wow, dat is super lekker, hè? Dat is, dankjewel voor de rondleiding, dat was super interessant. Dat is een plezier om hier. En ik ga er ontzettend van genieten vanavond, dankjewel. En nu komt het mooiste moment van de dag eraan, de Comté degusteren met een glaasje wijn bij. Cheers!